Ain't nothing better than watching you smile. Whoa. Video. Ik ga wat leuks doen voor jullie, namelijk weer koken met mijn tante Inge. En we gaan papaus maken. Wat zijn papaus nou eigenlijk? Nou. Dit is Inge en zij is al bezig met het deeg voor te bereiden. Maar wat zijn papaus nou precies, Inge? Papaus zijn een gestoomd wit broodje. Zoet vaak. Met een hartige gehaktvulling of kip. Of vega gehakt, wat wij nu gaan doen. Je kan er ook een zoetigheid in doen. Maar het moet een fluffy broodje worden. Ik hier in Roermond geen pauwmeel kon krijgen. Was over 2 weken bij de toko. Doe ik het nu naar een recept van Danny van 24 Kitchen. Dus, het is kneden, kneden, kneden. En ik had eigenlijk nog een vraagje. Hoe maak je die saus nou eigenlijk? De saus van het vlees? Ja. Nou, je braadt het vlees aan, of vega gehakt, of een groentevulling, wat je wil. En dan doe je shallotjes erin, heel fijn snipperen. Een bol knoflook, zo'n klein bolletje, dat zijn dus 2 teentjes eigenlijk. Dan rasp je erin, je hebt selderij nodig. En dan heb je wat kruiden nodig, zoals gemberpoeder. Trassie sambal, zout en peper, ketchup, een beetje bienpasta. Dat is dit. Bienpasta. Dat meng je met een heel klein beetje water. Ja. Dan krijg je een hele lekkere smaak van. En wat hebben we er nog meer in? Wat gembersiroop. En een lepeltje water. En smeren met olie. Ja. Dan gaat... En wat is er voor dat niet blijft plakken? Ja, dan gaat dit erin. Dan doe je ook een klein beetje olie zo overheen, over die hele bol. Strijk je hem in. Ja. En nou pakken we een schone handdoek. Ja, ik vind het echt niet bij mijn licht. Ja, wacht maar, die pak ik. Hé, mijn handen was zo hard. Is de handdoek een beetje nat? Ja. En Inge, ik vind dat hij trouwens ook heel fluffy uitziet. Ja, maar hij is nog niet klaar, hè? Instert, ja. Dit is het meeste werk. Oké. Okay. Zo. Deeg eigenlijk. Nou, en dan zetten we hem neer en dan laten we hem even 10 minuten rusten. Okay, en het leuke aan camera is, als ik nu in mijn hand klap, gaan we naar het begin. En daar zijn we weer. En Inge zit bij mij aan het werk, dus wat moet ik doen? Hier dat vegan gehakt aanbraden. Zo fijn gehakt zit, hè? Dit is een normale gehakt, dus voor degenen die geen vegetariër zijn, maar voor mij en mijn andere tante, die hebben speciaal vegan gehakt. Ondertussen ben ik het gehakt dus aan het verwarmen, klaarmaken, bakken. Een rol bakken. Dat is. Moet een beetje bruin worden. En dit is vega, hè? Dus het is eigenlijk niet echt gehakt. Ja. Dus nep. Het is van zoals soja. Zoals oom Heb altijd zegt, dat mag je geen gehakt noemen. Ja, toch dat... ziet het er wel echt uit, hè? Ja, en het is ook heerlijk. Je proeft echt geen verschil. We zijn een eitje in gegaan, dus dat ga je ook weer doorbakken. En nu gaat er een bolletje knoflook in. Want dan ruiken we zo lekker uit ons mond. Ja, tuurlijk. Ik kom vanavond nergens heen, dus dat scheelt. En er is ook een knoffel bijgekomen. En dat ga ik ook weer. Dat is gewoon een knoffel, ja, niet knoflookpers, maar dat is een ras. Het ruikt lekker, hè? Het ruikt echt. Ik weet niet of dat ja. Er is wat zout, peper en iets van cayenne. Hoe heet dat? Jahe. Jahe bijgekomen. Ja. Het lijkt ook niet op cayenne. Ja, I don't know. Maakt niet uit. En je had er iets zwarts doorheen gedaan en dat is? Krassie. En shallotjes. Ik denk dat er gegaan. Ik krijg echt heerlijk. Ik krijg er mijn trek van. Ja? Krijg je er trek van? Ja, misschien lekker. Heel fijn. Heel fijn.
En kijk uit, want dat mes is vlijmscherp. Ja. Wat is dat, jij? Selderij. Ik vind altijd zo lekker ruiken, zo uit. Dan ga ik kijken hoe het eruit ziet. Wow, dat is wel een stuk groter geworden. Ik denk dat ik het uit kan halen. Dus dat ga ik nu. Wow, dit voelt vreemd. Echt, oeh, de onderkant is nat. Dat is olie. En het is ook redelijk zwaar. Dat zou je eigenlijk niet verwachten. Wat moest je nou doen? Een beetje zout had ze erop gedaan. Ja, een beetje zout erop. En nou gaan slaan erop. Ja, en nu moet je heel hard erop gaan slaan en met je gewicht erop hangen. Zout is maar iets van 30 gram. Want je moet eerst een hele grote plak en dan moet 30 gram zout overheen. En nu is het gewoon een kwestie van slaan. Want waarom moet je zo hard slaan? Ja, dat is een goeie. Zodat het gisteren werk kan doen. Dan wordt hij extra fluffy. Ja. Nou, doe je agressie erop kwijt, mevrouw met de bokser. Je hebt geen zaktraining gehad, hè? Nee. Nou, kan je nu slaan. En zondag moet ik ook naar Glasgow City gaan. Ja. Eerst is het er nog heel even opslaan en dan moet ik nog heel even terug de bak in om nog heel even te reizen. En dit is, vind ik, heel erg leuk. Even. Nou, ik ga het nu proeven en ik heb gehoord dat het echt naar goud smaakt. Ik heb het natuurlijk al een tijd niet meer gegeten. Dus. Ja, dat smaakt naar goud. Het is heel raar omdat ik het niet gewend ben. Nog mama nog proeven? Oh, lekker. Ja. Ja. Is die lekker? Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. En nu? Ja. Nu moet ik... De kip. Ja, voor tante Jacques. Voor tante Jacques, zeg maar. Hoezo, je moet voor de hele familie koken? Ik wil wel kipfilet snijden. Nou, ik ga nu de kipfilet snijden. En dat moet heel fijn. Dus dat ga ik doen. En kipfilet is natuurlijk heel grauw. Even heel rauw, heel stevig. De kip zit nu in de pan. We hebben verschillende smaken, namelijk kip, gehakt en vega gehakt. En hier zit ook... Mama. En hier zit ook shallotjes in en knoflook. Ja. Yeah. Eigenlijk moet ik met alles hetzelfde in. Deze ja, dit doe ik een beetje anders. Dan doen we die. En dat is peper. Peper. Peper, zout zit er nu bij. Mm-hmm. Zo. Laten we heel even braden. Ja. Dan doen we er wat currypoeder bij. Mm-hmm. En een salamblaadje en een citroengrasblaadje. Oké. Indische laurier en citroenblaadjes. Die ruikt het trouwens heel erg lekker. Het ruikt naar citroen. Het ruikt naar citroen, ja. En echt, degenen die mij heel goed kennen, weten dat ik echt gek op citroenen ben. Ja. Het zijn er drie bakjes. Vega gehakt, echt gehakt en gehakt en kip. Ik zie het verschil amper tussen deze, eerlijk gezegd. Nou, wat we daar mee gaan doen. Yes, we gaan het vullen. Met het deeg wat net is gereisd. Je pakt een stuk, ja. Ongeveer dezelfde dikte. Zo. Mm-hmm. En dan snijden we 2, 3, 4, 5. Zo. Wacht even, ja. Mm. Wacht even, jij? Kijk. Nu ben ik heel benieuwd hoe je ze gaat vullen. Gewoon in het stoppen en een rondje ervan maken. Ik doe het je voor. Nou, dan morgen mag je me helpen. Maak even mijn handen met olie. Dan heb ik een bolletje. Kijk, het is heel fluffy. Ja. Voelt heel zacht. Je maakt een... een rondje. En dan pak je bijvoorbeeld... Gaan we hiermee... Pak je het gehakt. 1 lepeltje.
En dan vouw je de kanten dicht. Zo. En nou is het de bedoeling dat je onderkant, dat mooi dicht gaat. Echt mooi, hè? Dus niet afraffelen, want het moet wel helemaal dicht. En nou heb je een pouwtje. Mooi bouwpoutje. Zie? Nee. Goed dichtmaken aan de onderkant. En die gaat nu. Ja, die, want dit recept moet een uur reizen. Zo. Okay. Dus over een uur zijn ze hopelijk wat groter. Ik ben ook bezig met de eerste en ik ga er wat vegagout in doen. Is dit een goede grot? Ja. Een lepeltje. Dicht. Zo. Het is net klei, hè? Ja, en dat heb ik vandaag nog gedaan op school. Een soort van. En Inge, hoeveel kan je hier eigenlijk maken? En deze zou best lukken. Met dit deeg kun je er 15 maken van 1 kilo patentbloem. Oké. Okay. 30 dus. Dus 500 gram maak je er 15. En als je dat verdubbelt, wij hebben dat verdubbeld, wij hebben 1 kilo meel gebruikt. Dus je kan er 30 maken. Oké. Okay. Ik zie dat die van mij is mislukt. Lukt of mislukt? Mislukt. Er komen scheurtjes om. We hebben nu 10 vegetarissen nog een aantal gehakt. Ik weet niet hoeveel het is. 12. 12. En nog iets van 7 kipdingetjes. Dit moet, als we klaar zijn, een uur reizen. Dus dan kan ik mooi even naar de orto om een beugel te halen. Nog beugel. Als we dan terugkomen, kunnen we gaan stomen. En hoe dat moet, leg ik jullie dadelijk wel uit. Ik ben alweer terug van de orto en er zitten al 3 in een stroompan en dat zijn de 3 vega. Wow. Wow. Gaaf. Zo. En dan moeten we wachten. En dit is er één, ik ga hem proeven. Klein beetje chili saus erbij. Heet, hè? Ah. Voorzichtig. Is het inderdaad zacht? Fluffy! Ja. Wil je het proeven? Nee, eet maar. Mama en ik eten dadelijk die andere. Nou, het recept komt hieronder wel. Wij gaan nog even verder met stomen en dan was dit de video weer. Doei! Oh ja, het cijfer is 9,5. Ben je nou aan het verstoppen?